video. Vandaag een hele korte. We gaan iets reviewen. Ik vond namelijk bij de Vibra dit super schattige pakketje. En het heet Happy Shake, Shake It Till You Make It. Je hebt een bekertje en wat zakjes met poeder. En dan doe je een zakje met poeder in het bekertje met 200 ml melk. Een schutje en als het goed is zou het dan een milkshake moeten worden. En het leek mij wel leuk om dat met jullie te gaan proberen. Hij was 2 euro. Er zit nog een stickertje op. Het is een geel stickertje, dus ik weet niet of dat betekent dat hij is afgeprijsd. En ik had hem nog nooit eerder gezien. Dus waarschijnlijk is het een limited item in de Vibra. Dus mocht je het ook willen proberen, kijk dan nu bij de Vibra. Ze hadden hem ook nog in de smaken vanille en chocola. En mocht dit nou bevallen, dan ga ik die andere smaken ook nog wel halen. Oké, ik ga hem openmaken. Dit is dus het bekertje. En het is heel handig, want er staan ook gewoon die maatbekercijfertjes op. Dus mocht je nou klaar zijn met dit hele shake gebeuren, dan kun je hem altijd nog bewaren als klein maatbekertje. Super schattig. Het is gewoon een draaidop. Benieuwd of die lekt trouwens. En hier zijn dan de pakjes met de milkshake. Je hebt er 2. Met 5 zakjes erin en hier, ja, ik maak er eentje open. Hier zo staat dus in plaatjes precies hoe je het moet doen. Eerst gooi je het poeder in de beker, dan doe je er 200 ml melk bij. Schud je hem voor 20 seconden, steek je er een rietje in en klaar. Oké, ik ga even de melk pakken. Oké, ik heb de melk, maar ik ga het iets anders doen dan het plaatje zegt. Want ik vind het handiger om eerst de melk te doen, zodat ik precies weet wat 200 ml is. En daarna voeg ik pas het zakje toe. Ik denk niet dat het al te veel verschil moet maken. Yes, draai het op eraf. Oké, 200 ml melk. Ik zit er ietsje boven, maar dat zal wel niet te veel uitmaken. Ja, ik zit er wel net wat boven, maar ik hou me natuurlijk nu ook wat schever, omdat het niet echt recht wil. Oké. Melk weer dicht voor ik dat omgooi. Pakje. Oeh, dat ruikt echt naar suikerspin. Het lijkt ook op suikerspin suiker. Oké. Nee, het zit erin. Dekseltje erop. En dan 20 seconden gaan schudden. It is a choice to time and memories of never get back. You take it up space in my... Oké, ik heb nu 20 minuten geschud. Als ik kijk, dan is het wat bubbelig hier. Maar nog steeds heel vloeibaar. Ik wil het eigenlijk iets geklopter of zo. Oké, ik heb mijn rietje. Ik gebruik een herbruikbaar rietje. Vind ik leuk. Ik slot je eraf. Het is heel erg foamy wel. Zie? Oké. Ja, lekker. Heel anders dan milkshake die ik gewend ben. Er zit natuurlijk geen ijs in of zo. Maar ik denk dat als ik de melk nog wat langer in de koelkast had laten staan, ik heb hem net gekocht, dat het dan wel beter zou zijn. Dus ik denk dat ik mijn milkshake nog even in de koelkast ga zetten. En dan straks nog een keertje ga schudden en kijken of het dan beter is. Het smaakt in ieder geval wel heel lekker. Nou, ik update jullie zo meteen of het beter is als het kouder is. Oké, hij
is koud en weer een beetje ingezakt. Dus ik ga hem weer even schudden. Iets te enthousiast. Ja, het is veel beter als het koud is. Het smaakt een beetje naar die milkshakes die je ook in de supermarkt kunt kopen. Die dan gewoon like, 1,50 euro of zo zijn. Van Melkunie, geloof ik. Anyways, ik vind het lekker. Best een aanrader als je kijkt naar dat die dingen van de Melkunie 1,50 euro kosten per stuk. En hier heb je 10 voor 1 euro. Al moet je er dan nog wel melk bij halen. Maar hey, het is ook leuk om te maken. En je hebt de keuze uit alle verschillende smaakjes. Vergeet niet een comment achter te laten, te liken en te subscriben voor mijn kanaal. En dan zie ik je bij de volgende video. Doei!